Zo, goeiedag mensen. Welkom bij mijn eerste vlog. Zo, ik krijg vaak de vraag, hè? Gerry, hoe krijg jij je tuintje altijd zo strak, hè? Zo, helemaal mijn tuintje strak, hoor. Loeistrak. Want je weet nooit wie een keertje een bloemetje gaat plukken, hè? Zo. Dus ik ga jullie vandaag laten zien hoe je je tuintje zaadklaar krijgt. Je potje moet je even eerst klaarmaken. Dat doe je door lekker met je vingers door je potje heen te gaan. Zo lekker heen en weer. Met je vingers lekker door je potje. He? Maak het lekker vochtig. Als het niet vochtig genoeg is, dan gooi je wat vocht erbij. Altijd. Helpt altijd. En daarna gooi je de zaadjes erin. Wees nou niet preuts. Pleur als... Luister nou. Hoe meer zaad, hoe meer baat. Zo lekker zaad in je potje. Lekker zaad. Er is nog nooit iemand gestorven van zaad. Dus, nou, bij mij gaat er alles in, hè, in mijn potje. Komkommers gaat erin, winterpeen, hè. En daarna ga je schoffelen. Je kan het zelf doen, maar ik laat het altijd doen door de buurman, Johnny. Je gaat lekker achteruit zitten en dan laat ik hem lekker zijn gang gaan. Ga maar lekker schoffelen in mijn tuintje. Ik hoop dat je wat aan had. Vond je het leuk? Duimpje omhoog, abonneer. Zo niet, ton de type stralen uit hier vanaf, hè. Achterlijk gladiool. Ga lekker een bakje pleur halen. Of, John!